bij sommige kindjes hun mama's buik, is er misschien wel iets vreemds aan de hand. En dat komt niet van te veel koekjes te eten. En ook niet van te veel ijsjes of chipjes. Bij Kaatjes mama's buik is er ook iets aan de hand. En dat komt ook niet van snoepjes. Zal ik het eens verklappen hoe het dan wel komt? We zullen eens kijken. Kaatjes en mama's buik. Hallo, ik ben Kaatje en ik ben heel erg blij. We krijgen er een baby bij. Een zusje of een broertje voor mij. Dat zit er dus in de buik van mama. Ja, geen chipjes of koekjes. Een baby. Kan je die al zien? Nee, hè? De baby zit nog in mama's buik. Nu is hij nog piepen klein. Hij moet nog heel erg groeien. En dat duurt super lang, zegt mama. Kaatje gaat al eens voelen. Maar ze voelt nog niks en ze ziet ook nog niks. Zo klein is die baby. Als de baby een meisje is, dan krijg ik een zusje. En als het een jongen is, dan krijg ik een broertje. Wat zou het zijn? Kaatje kan bijna niet wachten. Oh ja, nu zie je het al een beetje. De baby wordt groter en groter en mama's buik is al een klein beetje dik. Maar nog altijd moet ik wachten en wachten en wachten. Mama, ik weet het. Ik wil een zusje. Kan ze dat zomaar kiezen? Nee, hè. Soms is mama wel een beetje moe. En dan moet ze rusten van de dokter. En dan gaat Kaatje spelen met haar papa. Met de blokken. Oké. Eerst de blauwe blokken en dan de gele. Doet ze het juist? Ja, super flink, Kaatje. Oké, die baby, die kunnen we niet zomaar baby noemen. We zoeken een mooie naam voor de baby. Wordt het Tuur of wordt het Rik? Wordt het Roos of wordt het Fien? Ik kan niet meer op mama's schoot gaan zitten. Hallo, baby? Hé, ik ben er ook nog, hè? Maak eens een beetje plaats. Wow, wat een dikke buik heeft mama nu. Ze kan mij niet meer oppakken. Dat is niet leuk. Nu moet het toch niet lang niet meer duren, hoor. Nu mag die baby echt wel komen uit die buik. Mama zegt dat de baby gaat komen. Wat gebeurt er nu? Papa neemt mijn koffer. Ik moet een nachtje gaan logeren. Bij oma en opa? Papa brengt mij weg met de auto. Even naar oma, Kaatje, zegt hij. Morgen dan kom ik jou halen. Nee? Maar nee, ik wil helemaal niet naar oma en opa. Ik wil bij mijn mama blijven. En bij de baby. Ik wil mee. Dat kan niet natuurlijk. Mama en papa gaan alleen naar het ziekenhuis. Kindjes mogen daar niet mee. Maar morgen, als de baby er is en de baby en mama hebben goed gerust,
en Kaatje heeft flink geslapen bij oma en opa, dan komt papa Kaatje direct halen. Beloofd. Gelukkig is oma wel heel lief voor me. Je hebt bijna een broertje of een zusje, zegt ze. Dat is toch wel heel leuk. Mijn tranen zijn bijna klaar. Ik vind het eigenlijk toch wel leuk bij oma en opa. En ondertussen maak ik een hele mooie tekening voor mama. Dat zal ze wel heel leuk vinden als ze terug met de baby klaar is in de kamer. Papa is er. Nu mag ik terug naar mama. Ik pak haar heel goed vast en ik geef haar een dikke, dikke knuffel, want die dikke buik is weg. De baby is een jongen. Je hebt een broertje, Kaatje, zegt mama. En zijn naam is Bas. En dan mag Kaatje Bas zien. Oh, wat ziet Bas er schattig uit. Hij slaapt heel zachtjes in papa zijn armen. Dag, baby Bas. Jij bent mijn kleine broertje. Lief, hè, zo'n kleine baby. Hebben jullie ook een kleine baby thuis? Of hebben jullie ook al gaan kijken naar een kleine baby in de familie? Super schattig, hè? Vind ik ook wel. Geniet nog maar een beetje van het zonnetje. Of van de kleine baby als je er een hebt in de familie. En zorg maar goed voor mama en papa.